Oké, heel snel een woordje uitleg bij deze video die hierop volgt. Ik heb dus een video gemaakt rond een app die ik voor de eerste keer gebruikt heb, namelijk de app GuruShots. Die is beschikbaar op zowel Android als iOS. Maar ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik die app zelf gebruik en de video komt een klein beetje. Je merkt in de video dat ik nog op zoek ben naar wat de app eigenlijk juist biedt van features, juist omdat het de eerste keer is dat ik de app gebruik. Dus de video kan een klein beetje raar overkomen, een klein beetje traag overkomen. Maar ik wil toch de video delen met u. Het is mijn eerste ervaring met de GuruShots-app. Alles verloopt vrij goed. Alleen in het begin de registratie ging vlot, maar het uploaden van de eerste foto's verliep een beetje moeilijk. Dus vandaar dat de video een klein beetje vreemd aan elkaar zit. Maar dus wat volgt is mijn eerste ervaring. Er zullen zeker nog verdere video's volgen met die app, omdat het wel een heel leuk concept is waar ik zeker mee verder wil gaan. Dus verwacht je aan meer content rond GuruShots. Zo, voor de video van vandaag gaan we eens kijken naar een app die ik eigenlijk vrij toevallig in mijn Instagram feed tegengekomen ben. Deze app hier met de naam GuruShots. Eigenlijk voordat we naar de app zelf gaan, dus sinds kort heb je binnen Instagram, als je je feed bekijkt, dus het is Instagram, als je doorheen de foto's bladert van de mensen die je volgt, dan zitten daar nu ook advertenties tussen. En bij die advertenties, als dat dan een advertentie is van een bedrijf die ook een app heeft, dan kan je, als je die advertenties op Instagram via je mobiele telefoon bekijkt, ook rechtstreeks doorklikken naar de App Store waar dat je dan die app kunt installeren. En zo heb ik dat ook gedaan met GuruShots. En dat was eigenlijk in een periode rond de tijd dat ik net de opname gemaakt had van de video waarin ik spreek over hoe je jezelf kunt motiveren om te blijven fotograferen. Jezelf uitdagen aan de hand van allerlei challenges, heb ik het toen genoemd. En deze app belooft eigenlijk juist dat. Dus ik weet niet of het toevallig is dat dat rond diezelfde periode ook in mijn advertenties terecht kwam. In elk geval, ik heb die toen geïnstalleerd, maar het eerste wat je ziet als je die app opent, is eigenlijk dat je moet registreren. Dus ik heb hem nog niet gebruikt. Maar ik stel voor dat ik dat nu even in deze video laat zien. En dan ben ik vooral ook benieuwd in hoeverre dat dit echt bruikbaar is als een app om challenges te gaan gebruiken. Je kunt met Facebook of met Instagram registreren. Ik ga het even met Instagram doen, omdat ik mijn Instagram-account hier. Ah nee, ik moet aanmelden afzonderlijk. Dus dan maar met Facebook. Oké, toegang geven tot mijn account. En dan zou nu moeten de registratie vrij vlot verlopen. Welkom bij GuruShots. Ik krijg al een mail ook. Je moet vier van je beste. Dus de eerste stap is vier van je beste foto's uploaden. Dat is de eerste stap. Goed gezien. Want dat betekent dat al hun gebruikers eerst vier foto's moeten uploaden voordat ze toegang krijgen. Wat dan mij wel interessant lijkt om materiaal te verzamelen. Oké, en dan zien we dat de app dus Instagram toegang vraagt tot profiel en dergelijke meer. Onderstel dat hij zo de foto's gaat kunnen ophalen. Oké, dat is problematisch voor een app als deze. Om de een of andere reden lukt het niet om aan te melden. Ik ga het even anders doen. Ik ga even gewoon via Google Foto's een paar betere foto's eruit halen. Kijk, dus heel snel een paar foto's op mijn telefoon zetten. En die ga ik dan in de app. Dat zijn opnamen die ik gemaakt heb hier in Kortrijk bij de Play-expositie. Zo, dat zou moeten volstaan. Toestel. Camerarol, ja, 1, 2, 3, 4, 8, zo, 4 foto's.
Weer een melding van Guru Shots. Your photos have been submitted to the Newbie of the Month Challenge. Dus eigenlijk, ik veronderstel dat ze zo heel veel content krijgen, omdat je eigenlijk bij het aanmelden al verplicht wordt om foto's te uploaden. En ben je al automatisch mee aan het doen aan een bepaalde Newbie of the Month, is dat, aan een bepaalde challenge. Laten we snel even kijken. Een overlay met info. De votes die je krijgt. De ranking. Exposure bonus meter. Ah ja, dus eigenlijk door... Het zit echt wel goed ineens, hè, deze app. Het is, er is goed over nagedacht. Dus je kan eigenlijk je eigen exposure gaan verbeteren door te gaan stemmen op andere foto's. Dus dat is de challenge waaraan ik meegedaan heb. Ik kan foto's door te tappen een vote geven en door te blijven ingedrukt te houden, dus hold to view, om een foto te bekijken. Dus zo kan ik een foto bekijken. Deze vind ik mooi. Nogmaals dingen. Deze vind ik mooi. Dus die heb ik nu een vote gegeven. Deze vind ik ook mooi. Oh, deze is ook wel knap. Newbie of the week, submit. Dan. Dus nu heb ik... Het is zo een app die met allerlei... Met badges werkt. Zo van die, een beetje het principe van de scouts. Als je iets bereikt hebt, dan krijg je een badge dat je op je hemd kan stikken of strijken. Dat is ook hoe dan die apps werken. Dat heet gamification. Dus dat is eigenlijk... Telkens dat je iets bereikt hebt, en continu meldingen ook per e-mail. Telkens dat je iets bereikt hebt, dan krijg je een bepaalde badge. En dat dient als beloning, dat zijn incentives. Dus nu bijvoorbeeld heb ik heb al 9 votes gekregen. En ik ben 322ste in de ranking. Reward available, dat is echt gamification. En naarlang ik zelf votes geef, kan ik ook... Dat wordt eigenlijk geforceerd om aan de ene kant werk van anderen te gaan evalueren. Plus dat je ook heel goed te zien krijgt wat dat de overgrote meerderheid tof vindt aan... Of welke foto's de overgrote meerderheid tof vindt. Dus van mijn 4 foto's zijn ze blijkbaar allemaal wel fan van die met tekst. Hier weer een melding dat ik iets nieuws bereikt heb. Veronderstel dat het ook een app is waarvan je heel veel mails zult krijgen. Niet alleen van alle keren een nieuwe ranking dat je bereikt en dergelijke, maar ook om je bezig te houden in die app. Dus als je een week niet in die app gekeken hebt, dat je sowieso een melding krijgt om zo snel mogelijk een keer in de app te gaan kijken, nieuwe foto's te uploaden. Wat ik ook zie is, ik heb die 4 foto's, omdat ik die moest aanmelden, heb ik die aangemeld. En dan zie ik dat ook meteen die 4 foto's voorgesteld worden om aan andere challenges toe te voegen. Dus die challenge die iedereen moet volgen, volgens mij, is de Newbie Challenge. Of Newbie of the Week was het, denk ik. Ja, Newbie of the Week, dus dat is die challenge. En dat zal de ranking binnen die challenge zijn. Dus dat zijn de Open Challenges. Face Paintings. Outdoor Leading Lines. Ah, dat is wel leuk. Leading Lines zijn zo... Hier zie je dat goed op die foto. Dat je bepaalde lijnen hebt die je gezichtsveld sturen. Die is nog gelokt, blijkbaar. Dus je moet blijkbaar ook dingen unlocken. Use Your Imagination zal over... dat zal over surrealistische foto's gaan. Trees, dus foto's van bomen. Cats in black and white. People in the water. Dus het zijn allemaal heel duidelijke onderwerpen. En je kan die allemaal gewoon heel snel joinen. Foto's voormaken. Toevoegen. En rankings krijgen. En ik heb de indruk dat je dus ook meer dan 1 foto kunt toevoegen aan een challenge. Dat is een challenge waarvan er nog maar 1 dag overblijft. Ook 8 dagen voor deze. En upcoming, dat zijn dan challenges die nog niet open zijn. Maar die binnenkort wel opengesteld worden. Dus je ziet, het staat echt bol van de challenges. Voor de rest heb ik hier onderaan, dus mijn account, de foto's die ik al toegevoegd heb, dat zijn er nog maar 4. De likes die ik gekregen heb. En dat zijn likes op mijn account, zie op mijn foto. Achievements. Mensen die mij volgen, daar heb ik meer. Meldingen. Tot newbie was mijn eerste status.
Ik heb nieuwe rewards gekregen. Dus in de Newbie of the Week Challenge ben ik van populair naar skilled gegaan op basis van het aantal views, denk ik, dat ik gekregen heb. En dan het winkelkarretje. Dus dat is een klein beetje dubbel, vind ik wel. Dus tot nu toe, die eerste taps, ja oké, mensen motiveren, gamification van heel het fotografieproces. Allemaal heel tof, heel leuk. Maar natuurlijk, allee, dat bedrijf heeft als grootste doel eigenlijk geld verzamelen natuurlijk. Hè. Dus geld opbrengen. En dat zie je dan wel terugkomen in die vierde tap. Dat is een soort winkelmandje waar je dus voor bepaalde bedragen allerlei dingen kunt aankopen. Zoals een swap. Ik weet nog niet wat een swap is. Een voting sessie overslaan. Dat kun je ook kopen. Of je kan boost kopen. En dan nog een menu met allerlei opties. Maar dus wat aan mij wel interesseert zijn de challenges. En dan natuurlijk de evolutie van mijn profiel. Ik denk als ik hier... Ik heb al 71 fouts gehad. Ondertussen ben ik op plaats 262 terechtgekomen. Ik zal even zien. Ik zal eens een poging doen om een andere challenge te volgen. En dan laat ik nog wel weten hoe dat verloopt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.